voorzitter van de kerstactiviteitencommissie. Dit jaar wordt de kerstmarkt gehouden ten bate van renovatie van het kerkorgel. Ja. Klopt dat? Van het oude Maarskelder weer kerkorgel. Dat staat ook achter in de kerk, als je de kerk binnenkomt onder de toren. En daarvoor is dus, die wordt helemaal opgeknapt, die wordt helemaal gerenoveerd. En wij als parochianen hopen natuurlijk ook weer de nodige financiën daarvoor op te brengen. De kosten totaal met medewerking en met arbeid, ook van eigen parochiaan, zijn de kosten ongeveer 15.000 euro. Ik bedoel, als je alles uit liet voeren door derden, dan zou dat de dubbele zijn. Maar doordat we zelf mensen binnen de parochie, die dus kwalitatief goed zijn in de arbeid, die gaan helpen. En op die manier zal het ongeveer 15.000 euro kosten. Dit project van het orgel, het Maarschalker Weertorgel, is dat uniek in Nederland? Het is inderdaad een orgel uit 1812, als ik het goed heb. En er zijn er nog één of twee meer in Nederland, maar praktisch zijn ze er niet meer. Dus we moeten dankbaar en blij zijn. En ik hoor dit ook buiten onze parochie in het dorp. Ze vinden het fantastisch dat we op deze manier bezig zijn en dat dit ook behouden blijft. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. En iedereen, kenners, die zeggen ook van dit orgel moet je nooit wegdoen. Want dit krijg je nooit meer. Kunt u ons een stukje laten horen? Kunt u orgel spelen? Helaas. Het enige wat ik doe, ik speel op mijn poot, zorg me toe. Maar verder ben ik. Ik zing graag. En ik ben ook van plan, of ik heb zelf toegezegd dat ik begin van januari in het koor bij ons ga zingen. Dus, maar ik zing zelf wel in een gelegenheidskoortje in de Van Dedenmarken. Voor één avondlicht. Dus, maar er komt volgend jaar wel weer een kerstmarkt? Er komt sowieso weer een kerstmarkt, want dit kunnen we niet meer verloren laten gaan. Maar als ik zie het enthousiasme van de mensen, dan zullen we ieder jong en oud hierbij kunnen betrekken. En jong en oud werkt er ook aan mee. Als je ziet hoeveel mensen thuis, je hebt het gezien, wat ze bakken en op allerlei gebieden, kerststukjes, grafkransen, graftakken. Op allerlei gebieden werken ze binnen die parochie mee. En we hebben zo'n enthousiast groep vrijwilligers. Nogmaals, jong en oud, geweldig, kan niet meer.